vandaag een unboxing van perspakketjes voor jullie. Ik heb er zin in. Ik vind het heel leuk. Ik heb deze hele stapel gekregen. Eén pakketje heb ik zelf gekocht. Heb ik zelf laten bezorgen. Maar die wil ik wel laten zien, want er zit make-up in. En dat vind ik heel leuk. Dus ik heb er zin in vandaag. Als blogger krijg ik natuurlijk wel eens pakketjes. En ik kreeg er echt heel toevallig een paar achter elkaar. Dus ik dacht, video. Hartstikke leuk. Ik begin gewoon bij het bovenste pakketje. En ik weet bij enkele wat erin zit en bij sommige niet. De Origins Ginseng Refreshing Scrub Cleanser. En ik ben hier heel benieuwd naar om deze te proberen. Het merk namelijk is best wel groot in Beautyland. Alleen ik heb er zelf nog nooit iets van geprobeerd. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Even ruiken. Oh, dat ruikt heel lekker. Heel fris. Dat is denk ik heel lekker voor de zomer. Prijzen en dat soort dingen. Niet elk perspakketje wordt geleverd met een brief erbij wat alle prijzen en zo zijn. Dus op het moment dat hier een artikel over komt, dan komt natuurlijk alle prijzen en alle specifieke erbij. Maar ik ben in ieder geval benieuwd. Even kijken hoor. Energizing Panax, Ginseng en Coffee Bean. Grappig. Ruikt in ieder geval heel erg lekker. Ik ben benieuwd. Even kijken. Dan hebben wij... Hoe gaat deze open? Die heb ik al eerder. Ja. Hier ben ik ook echt super benieuwd naar. Make-up Studio. Is uitgekomen met drie nieuwe nagellaklijnen. En dan weet ik even niet precies welke ik nou heb gekregen. Maar ik heb volgens mij alle lakjes van één volledige lijn gekregen. Ik zal ze even pakken. Ah, nee! Je kan ze niet heel goed zien. Misschien is het beter als ik gewoon... Ik heb een rode gekregen. Echt een bordeauxrode. Een wat feller rode. Een beetje een soort mintgroen babyblauwe. Wel heel mooi. En een soort, oh dat is wel heel bijzonder, een beetje chrome-achtige zeegroen. Heel tof. Deze komt dus uit één specifieke collectie. Ik weet gewoon heel even de naam er niet meer van. Als ik dat kan herinneren, ik zal anders proberen wel even in mijn artikel onderaan deze video op mijn website. Anders even alle specifieke alvast neer te zetten. Want... Ik denk dat misschien wil je niet mijn review of zo afwachten, maar meteen al even de prijs weten. Dan probeer ik dat anders wel te doen. En even kijken. Oh, ze hebben ook namen. Even kijken hoor. Die metallic-achtige zeegroene is 126 Blue Lagoon. De rode, even kijken, dat is de Bordeaux-rode, is M6. Dus dat snap ik dan weer niet helemaal. Even kijken hoor. En dan heb je hier de gewone rode, is M14. En die babyblauwe is Saint Barth. Dus dat vind ik raar dat sommigen dan een naam hebben en sommigen dan weer nummers. Maar ik denk dat ik daar uiteindelijk wel achter kom hoe dat zit. Dan het pakketje van de shop van Miss Lipgloss. Dit heb ik zelf besteld. En dit vind ik een van de leukste pakketjes. Want ik weet ook natuurlijk sowieso wat hierin zit. Ik heb besteld bij de shop van Miss Lipgloss. Waarom? Ik had namelijk meer dan 25 euro. En bij Cynthia haar webshop krijg je namelijk, hoef je geen verzendkosten te betalen boven dat bedrag. Het is of 20 of 25 euro. En daar zit ik dan net boven. Maar ik zit dan bij andere webshops net onder hun bedrag. En Cynthia's webshop verstuurt het zo snel dat je de volgende dag heel op tijd al in huis hebt. En dat vind ik echt ideaal. Ik heb een aantal dingen besteld. Voornamelijk van Sleek. En er wordt trouwens ook altijd goed geleverd in allerlei plastic. En dan heb je de pakbon en dan heb je een dingetje erbij. Het is altijd wel heel leuk. Ik heb een aantal dingen laten zien of wel gekocht van Sleek. Het Sleek Del Mar paletten. Hier was ik super, of hier ben ik nog steeds super benieuwd naar. Hier komt ook een review van. Hier komt allemaal trouwens, gewoon alles wat ik eigenlijk nu laat zien, komt gewoon een review van. Echt felle rakkers. Ik ben hier heel benieuwd naar. Het zijn namelijk niet echt kleuren die ik normaal heel erg snel zou gebruiken. Dus ik ben benieuwd. En dan de Natural Glow Shadow & Blush paletten van Barry M. Deze is maar 10 euro. Het Sleek Del Mar palet is trouwens ook maar 10 euro. En dit palet is ook maar 10 euro. Dus ik was eigenlijk heel erg benieuwd hoe de pigmentatie is van de kleurtjes. En je hebt er dan een blush bij. Ik vond het een hele leuke kleurencombinatie. Dus ik dacht, nou, voor een tientje wil ik dat best wel eens een keertje even ontdekken. Dan nieuw van Sleek. En dit vond ik heel erg leuk. Heb je twee soorten bronze blocks. En je hebt er één voor echt de donkere huidjes. Dat was voor mij veel te donker. Maar er zat wel een mooie blushkleur in, vond ik. En ik heb deze. En dit is Light nummer 100. Heel mooi stevig doosje. Echt hele leuke kleurtjes. Dus ik ben benieuwd. Ik ga ze allemaal apart swatchen. En op mijn gezicht doen. En samen. Ik ben benieuwd wat hier uitkomt. Volgens mij was deze 6 euro.
Ik hoop dat ik dat goed zeg. Maar anders kan je het in ieder geval bij de review. Kan je het, zullen alle, natuurlijk alle prijzen er gewoon goed bij staan. En dan twee blusjes. En deze wilde ik al heel erg graag gewoon hebben. Dit is Antique. En deze komt uit de Romance, Vintage Romance collectie. En die heb ik alleen nooit besteld. En hij is veel bruiner dan dat ik aanvankelijk had gedacht. En daar baal ik een beetje van. Ik ben alsnog benieuwd of ik het eigenlijk een mooi blush ga vinden. Want zoals ik hem nu zie, vind ik hem niet heel mooi. Maar, ach, wie weet. Kost iets van 5 euro, slick blushes. En dan hebben we Pixie Pink. Die wilde ik al zo graag een keertje hebben. Echt, echt, echt heel fel. Maar op het moment dat je hem met maat aanbrengt en op de juiste manier, kunnen dit soort blushes echt heel mooi zijn. Ook iets van 5 euro. Ach, ik ben hier heel benieuwd naar. Even kijken hoor. Het volgende pakketje is... Dan hebben we, blijf staan, de Terme Brazilian Beauty. We gaan natuurlijk naar het WK. Ik denk dat dat, volgens mij begint het 12 of 13 juni. Ik weet het niet eens meer zo. En een aantal make-up merken brengen natuurlijk dan speciaal voor het WK allerlei collecties uit. Deze collectie is ook tijdens het WK verkrijgbaar. En iets daarna heb ik begrepen. It's a Brazilian Beauty Body Butter met Babassu Oil. En dit is de Shower Scrub. En dit is de Shower Satin. En wat ik al wel heel erg kan zeggen, is dat het ontzettend lekker ruikt. Heel fris en licht en exotisch. Het klopt echt helemaal bij Brazilië. Dus, en ik vind het gewoon heel erg leuk vormgegeven. Ja, dan gaan we door naar het laatste pakketje. Even kijken. Dan hebben we hier twee producten. En dit kende ik dus niet. Melkmeisje. Vind ik ontzettend leuk Hollands melkmeisje. Dit is de douchefoam verfrissend waterlelie en zeemineralen. En dit is melkmeisje douchefoam verzorgend magnolia en sandelhout. Ik heb ze allebei nog niet geroken. Ik weet niet hoe het ruikt. Daar moet ik nog foto's van maken. Ik ben benieuwd. Ik vind het ontzettend leuk. Heel clean, maar toch heel curly. Ik weet niet. Ik vind het heel erg leuk. En ik vind melkmeisje vind ik gewoon echt een hilarische naam. Ik vind het echt, ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Zijn jullie echt bekend met melkmeisje? Waar kan je het eigenlijk kopen? Ik zal zorgen dat ik dit soort informatie ook gewoon in het artikel zet tegen die tijd hoor. Maar ik ben dan wel benieuwd. Dan moet ik er even naar op zoek. Want ik weet eigenlijk helemaal niet waar je het kan kopen. Dit was hem. Nee, dat was hem niet. Ik heb nog één product. Even kijken. Deze. Dat was ik even vergeten. Van Clinique is er een nieuwe Lash Power Feathering Mascara uitgekomen. En die ziet er zo uit. Het is wel vrij simpel. Clinique is ook best wel vrij simpel natuurlijk. Maar volgens mij is die aardig prijzig. Toch zeker wel iets meer dan 2 tientjes dacht ik. Want Clinique is ook best wel prijzig. Maar hier komt een review van. Ik ben heel benieuwd of die het dan ook waard gaat zijn. Ja. Maar deze is wel iets kleiner qua formaat dan de gewone mascara dacht ik. Want dit is een preview sample. En volgens mij zijn de normale Clinique mascara's iets groter. Dus ben benieuwd. Dat was hem. Ik hoop dat je het leuk vond om met mij mijn spulletjes te bekijken. Ik ben er in ieder geval ontzettend vrolijk van geworden. En je kan eigenlijk van alles wel een review verwachten te zijn er tijd. Ik hoop dat je het leuk vindt. Tot de volgende keer. Doeg!